Het is weer eens tijd dat ik jullie 5 tips ga geven voor in Fortnite. Met deze 5 tips word je gewoon beter in het algemeen. En sommige van deze tips zijn ook gewoon heel erg leuk om te doen. Dus als je deze video nieuw super tof vindt, drop dan zeker even een like. Gebruik ook even onze support creator code te veel gevraagd in Fortnite. En laten we dan gewoon meteen gaan beginnen met de eerste tip. En voor de eerste tip zijn wij in Playground aangekomen. Hier ga ik jullie laten zien hoe jij minder fall damage kan krijgen als jij aan het gamen bent. Je hebt natuurlijk wel eens dat je omhoog aan het bouwen bent. Dat heb je natuurlijk wel eens in Fortnite. Hè? Want bouwen is daar iemand iets. Bouwen is nou eenmaal iets wat je heel erg vaak doet in deze game. Laten we dat ook even doen. En soms moet je naar beneden. Nou, ik heb laatste keertje in de stream. Ik zal jullie de clip nu er even in editen. Val ik dood omdat ik geen materials meer had. Ik vond het gewoon even leuk om te laten zien. Maar nu ga ik jullie laten zien hoe je dus niet dood moet vallen als je geen materials meer hebt. Moet je klein beetje geluk voor hebben, want je hebt namelijk hiervoor alleen een boom nodig. Nou, laat ik toevallig een boom hieronder hebben en laat het dan net de hoogte zijn dat je 100% zeker doodvalt. Als ik hier naar beneden zou springen, dan ben ik dood. Toch, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Als ik nu zou springen, ben ik dood. Nou, wat kan je doen, is als jij een boom onder je hebt, zoals hier, en er moet een specifiek boom zijn met een punt, zoals die bomen of die bomen, dan kan je gewoon je damage opvallen. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Je krijgt nog steeds damage, alleen je valt niet dood. Ik ga het jullie laten zien. Ik spring hier vanaf 3, 2, 1, boom. En als het goed is, als ik niet precies het punt land, dan zie je al, ik val niet helemaal dood. Ik heb nog 9 HP over. Ik denk dat het ongeveer, ongeveer 50 tot 60% van je damage decreased. En op deze manier kan je dus bijna niet doodvallen. Tenzij je echt van nog hoger springt, ja, dan heb je de kans dat je alsnog doodvalt, ook al val je in een boom. Maar op een of andere reden, ik heb geen idee waarom, krijg je minder damage als je in een boom valt. Dus, nogmaals, als je heel hoog bent en je bent heel erg gekomen, en je wil naar beneden springen en dus niet doodvallen zoals ik dat wel deed op de stream. Spring dan in een boom. Dit was de eerste tip. Laten we doorgaan naar de tweede tip. En voor die tweede tip moeten wij eventjes in Greasy Grove zijn. In de Greasy Grove, je ziet het al, dan heb je af en toe zo'n feestje zoals je hier ziet. En dan hebben ze Taco Times, noemen ze dat. Maar ja, dan kan je natuurlijk niks doen als je zo'n Taco Time hebt. Maar er is een manier om ervoor te zorgen dat jij deze dans niet doet. En het is vrij simpel. Je hebt maar één ding nodig. En dat is een launchpad. En het launchpad is niet heel makkelijk om aan te komen. Daar ben ik heel eerlijk bij in. Zelfs in Playground duurde me net letterlijk een half uur om deze launchpad te vinden. Maar wat je moet doen is eventjes een launchpad op de grond plaatsen. Het enige wat je hoeft te doen is dit. En wat je dan volgens mij, zodra de Taco Time begint, moet je net voordat de beat, laten we zeggen, begint, moet je hier opspringen, ongeveer een seconde daarvoor. En je moet pas weer afgaan zodra, laten we zeggen, het dansen begonnen is. Ik zal het je laten zien zodra Taco Time weer begint. Het gaat ieder moment weer beginnen. Ik heb geen idee hoeveel seconden daartussen zit. Volgens mij zit er ongeveer een minuut of anderhalf minuut tussen. Dus ik denk, ieder moment kunnen we gaan verwachten dat hij iets is. Hallo, duurt lang. Alright, de muziek gaat beginnen en let's go. We springen, 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 springen. En als het goed is als we eraf gaan, je ziet het, ik hoef niet te dansen. Ik kan alles nog doen. En wat het leuke nu is, is dat je in principe mensen ook kan killen. Nou is er wel een kleine catch. Je kan mensen namelijk geen damage doen. Maar je ziet het, ik kan gewoon, bouwen. Maar wat je wel kan doen, is iemand inbouwen. Dus stel iemand stond hier, en natuurlijk is het al voorbij, dus ik kan het nu niet helemaal voordoen. Maar stel iemand stond hier en je had damage traps. Wat je kan doen is hem inbouwen, want ze lopen ook minder snel. En ze kunnen natuurlijk niks kapot maken. Dus wat je doet is je bouwt hem heel snel in. En zo op deze manier. En je plaatst gewoon een aantal traps zo. En hij gaat dood, volgens mij, zodra het is afgelopen, de muziek. Volgens mij worden de traps wel getriggerd, maar dan doen ze geen damage in de eerste instantie, maar later natuurlijk wel. Dus dit is een hele vette manier om mensen te pakken. In principe is het geen glitch. Ik zat er nog over na te denken om dit in een glitch video te doen. Maar aangezien het zo makkelijk te doen is, is het meer een trick dan een glitch. Alright, laten we doorgaan naar de derde tip. Hey, we gaan weer dansen, let's go! En voor die volgende tip hebben we een mag nodig, namelijk je kan het een in Retail Row heel makkelijk zombies kapot maken natuurlijk. Maar je kan ook Rift Beacons heel makkelijk kapot maken. Ik laat het jullie even zien. Het is heel simpel. Spring de lucht in. Let's go. En je moet eventjes ergens opspringen en dan moet je stompen. Ik ben heel slecht in dit ding besturen. Laat het even voor de gein doen zo. Oh my god, het lukt gewoon niet. Oh, er komen ook zombies. Oh, dat is fijn. Laten we even deze zombies. Waarom spannen er opeens zombies, random? Holy crap. In ieder geval, in principe moet het heel makkelijk zijn om deze dingen kapot te maken. Je ziet het, dan geef hem 400 damage daar. Helaas werkt het in Creative niet helemaal zoals in Retail Row. Maar ik kon het in Creative gewoon minder makkelijk laten zien. Maar in principe heb je zo'n ding in 2 stomps kapot. Ik kan het dus echt niet laten zien, want het werkt. Hier zie je het dashwerk bijvoorbeeld wel. 400 damage. Moet je nagaan hoeveel damage dat is. Maar in principe kan je zombies ook heel makkelijk kapot maken op deze manier. Alleen,
Om een of andere reden hebben ze hier zoveel HP. Oh, we gaan niet uit. Het maakt zoveel lawaai. Holy crap. In ieder geval, probeer het maar een keertje. Oh my god, al die zombies. Ga snel door naar de volgende. Ik denk dat het duidelijk is dat de mech gewoon heel sterk is tegen zombies. Ik kan het alleen niet heel goed de creative laten zien. Maar probeer het gewoon een keertje in Retail Row. En laten we gewoon meteen doorgaan naar de ene laatste tip. En de volgende tip is misschien wel de beste tip die ik voor jullie heb in deze video. Namelijk, als jij een zapper trap hebt. En die dingen zijn niet per se useless, maar niet zo sterk. Dan kan je daar iets heel erg vets mee. Namelijk, als je een build fight zit en iemand bokst zich in. En dat is iets wat we natuurlijk heel vaak ook hebben in dit soort video's. Dat is sowieso iets wat heel erg vaak gebeurt. Maar ik gebruik het ook heel vaak als voorbeeld. Want het is gewoon iets wat heel belangrijk is in de game. Boxen is iets wat je gewoon altijd moet doen. Maar stel, iemand heeft zich gebokst en heeft de wall geëdit. Dan kan je de wall super simpel overnemen met deze trick. Normaal gesproken moet je hem eens wegslaan, bla bla, en dan moet je hem zo weer plaatsen. Nou, als de wall edited is, en dat is al de enige voorwaarde, dan kan je hem heel simpel overnemen met door gewoon een... ik klik op de verkeerde knop volgens mij. Oh nee, hier. Door een ding te gebruiken. Een, hoe heet dat? Zo'n zapper trap. Ik moet even kijken of ik hem kan vinden. Volgens mij staat hij bij consumables. Jawel, hier staat hij, de zapper trap. Als je namelijk een zapper trap tegen deze muur aangooit, dan gebeurt er het volgende. Dan verandert de muur weer naar normaal. En ik weet niet of het een glitch is. Ik heb het al 2 weken geleden behandeld. Maar ze hebben het gewoon... Of 3 weken misschien wel. Of 2 of 3 weken geleden heb ik al gezegd van... dit is een glitch. Dan heb ik volgens mij zelfs live gevonden tijdens een video. In ieder geval, op deze manier kan je dus ook zijn wall compleet overnemen. Want omdat je dus die zapper trap gooit... Normaal gesproken komt hij dan zo hiervoor in de plaats te staan. Dan moet het al jouw wall zijn. Want als het niet jouw wall is, kan je geen traps plaatsen. Maar om een of andere reden maakt hij wel dus jouw wall. En plaatst hij dus niet zo'n zapper trap. En dit kan dus super nice zijn, want stel iemand zit hier dus nu in, dan gooi je een zapper trap, je edit de wall en je hebt de wall overgenomen. Dus ja, dit is een hele vette truc. Ik zou hem gewoon een keertje uitproberen. Je moet natuurlijk wel het geluk hebben dat de wall edited is, want als de wall niet edited is, dan komt er gewoon een zapper trap en dan kan je natuurlijk niet editen omdat er al een zapper trap zit. Dus ja, zo werkt die glitch, wilde ik bijna zeggen, maar zo werkt die trick. Het is eigenlijk ook een soort van glitch, maar je kan hem gebruiken als een trick. Laten we doorgaan naar de allerlaatste trick. En deze trick is ook gigantisch handig. Namelijk, als jij een shieldbubble hebt en een bush, dan kan je de shieldbubble op jezelf plaatsen. En normaal gesproken kan dat natuurlijk niet. Dat zal het jullie voordoen. Normaal gesproken kan je shieldbubble nooit op jezelf plaatsen. We doen even zo. Boom. We gooien shieldbubble. Doen zo. En dan zie je, dan valt hij op de grond. Maar als je dit doet terwijl je een bush aan hebt. Ik ga het nu even doen natuurlijk. Dan blijft de shieldbubbel op jezelf hangen. En ik heb het al laten zien hoe dat natuurlijk werkt. Laten we de shieldbubbel zo meteen... Of laten we hem gewoon nu meteen gooien. Zo, boom. We gooien hem erop. We editen hem. En we vangen hem op. En het leuke is... Je kan nu rondlopen, maar je kan bijvoorbeeld ook rondvliegen. En dat is natuurlijk heel grappig. Kijk, je ziet nou gewoon dat ik een bubbel om me heen heb. En ik kan gewoon rondvliegen. Dus mensen kunnen mij niet beschieten. En jij natuurlijk hun ook niet, omdat je aan het vliegen bent. Dus als je, stel je wil ergens wegkomen... En je hebt toevallig een bush bij je of je hebt je bush aan. En een bush aan hebben is eigenlijk nooit echt heel erg verkeerd. Dan heb je gewoon een minuut lang, of volgens mij 30 seconden. Ik weet even niet meer hoe lang deze shieldbubble... Of 30 seconden zou het zien. Dan heb je 30 seconden lang een shieldbubble actief. Het is gewoon heel erg nice. Je kan natuurlijk ook meerdere shieldbubbles op jezelf gooien. Laten we eens kijken of dat werkt. Ik heb eigenlijk geen idee. Laten we dat eens even testen. We gaan even meerdere shieldbubbles hierop gooien. Boom, boom. Oh my god. Dit kan ook helemaal fout gaan. Ik heb geen idee. Alright, let's go. Hey, ze vallen niet. Waarom vallen ze niet? Oké, volgens mij heb ik het gewoon kapot gemaakt nu. Ze vallen niet. Oké, als je meerdere shieldbubbles met elkaar gooit, dan werkt het gewoon niet meer. Ik heb nog wel 1 idee wat ik wil doen. Ik vind het wel leuk om even te kloten. We gaan ze gewoon om en om doen. Dus gooi er eentje. Zo. We doen zo. En we gooien er nog eentje zo. Dan doen we gewoon zo. Nog eentje gooien. En die doen we zo weer. Ah, je ziet het. Oh nee, dat werkt niet. Oké, je kan waarschijnlijk niet meer dan 1 shieldbubble op jezelf tegelijkertijd gooien. Ik zou ook niet weten waarom je dat zou willen. Maar in ieder geval, het is wel heel erg leuk om dit te doen. Ik schrok me thuis dood. Ik dacht dat het mensen waren. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik zit met eentje hier in creative. In ieder geval, dit was de laatste trick die ik voor jullie had. Vond je deze tricks nou super handig en super fijn? Drop dan zeker weten even de like. Abonneer op de film, gebruik ook eventjes met het belletje aan. Gebruik ook even als supporter creator code terwijl ik hier aan het falen ben met bouwen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!